Het Festival der Kunsten vindt dit weekend voor de achtste keer plaats in Bottendaal. Verschillende woningen in de wijk openen op zaterdag en zondag hun deuren voor kunstenaars en liefhebbers. De Bottendaalse huiskamers bieden het gehele weekend toegang tot theater, muziek, poëzie, film en kunst. Ruim dertig kunstenaars en artiesten zijn aanwezig. Zij verzorgen workshops en geven tekst en uitleg over hun creaties. Ook kunnen bezoekers kijken hoe de kunstenaars hun werk uitoefenen. Nieuw deze editie is het stop-motion werk van kunstenaar Simone Zwitserloot. Ter afsluiting van het evenement worden de kunstwerken geveild in de Teamloads. Alle opbrengsten gaan dit jaar naar de Dierenambulance Nijmegen.